Ik ben Bastiaan Koik en ik ben al een tijdje geleden geboren, 60 jaar geleden, 1962. Ik heb nog heel lang in Assen gewoond, ben ik makelaar geweest en leraar voornamelijk. En ik heb natuurlijk verschillende hobby's en nu ben ik begonnen met mijn hobby's uit te voeren, omdat ik het gewoon leuk vind. Eigenlijk ging het al een beetje per ongeluk. Ik heb eerst een boek geschreven over Marten Toner, dat is een van mijn grote idolen. En toen was het boek klaar, toen zei men, ja, je hebt ook zoveel spullen. Ik ben al een persoon ervoor, ga er een museum mee beginnen, joh. Nou, doe dat maar eens even. Er zijn twee hele bekende stripfiguren die vroeger in de jaren 40, 50, 60 en 70, dan nogal 80, elke dag in de krant stonden en elke dag Nederland eigenlijk beheerste. Iedereen kende het, iedereen was er enthousiast over. Er zit heel veel niveaus in, zodat het voor kinderen en voor volwassenen is. Alleen de laatste 20, 30 jaar is het helemaal weggezakt omdat niks nieuws meer kwam en mensen worden ouder. Maar het heeft fantastische kwaliteit. Daar kan ik uren over praten. De snel was, hij legt zijn ei in oost en lijn. Als hij dan jongen je poest, dan schiet een baas. De poest, wat heeft die er nou mee te maken? Kom op slaap. Hij is jong. Er is nog niets aan de hand van een oudere wijze, iemand zo ziek. Het begon bij mij toen ik 6 jaar was. Toen lagen er gewoon, of ik ook 5 jaar was, lagen de Tom Poes boekjes in huis bij mijn vader in zijn werkkamer. En dat waren Tom Poes de Chinese waaier was dat. En er lagen nog 2 andere boekjes bij uit de oorlog. En die vond ik zo mooi als kind om te bekijken. Die plaatjes die fascineerden mij. Hoor. De tekenstijl, de sfeer. Dus toen was ik eigenlijk al een beetje fan. Maar toen, 1,5 jaar later kon ik lezen. En toen vond ik het verhaal ook nog hartstikke leuk. Ik vond ze geestig en spannend. Dus die boekjes heb ik van mijn 7e tot mijn 11e, 12e gelezen. En zo was ik eigenlijk al gewoon fan. Ik was zo enthousiast. En dan zag ik het ook eens een keer in de krant staan. En dan knipte ik het uit. Of ik zag een reclameactie. Want vroeger was het in de jaren 60. Was het overal. Als een reclame werd gemaakt voor Unox Rookworst. Een bommel erbij. Philips, bommel erbij. Je zag dan geen de literaire reuzenpockets in de tijdschriften staan. Nou ja, zo werd ik dus fan. Goedemiddag meneer, hallo. Golden Poes, wat voor u? Goedemiddag. Hi. Golden Poes, wat voor u? Ik had natuurlijk nooit van mijn leven gedacht dat ik een museum zou gaan beginnen. Ik ben gewoon uit enthousiasme. Want ik ben een enthousiast mens over dingen. En dan ben ik ook een type verzamelaar ook nog een keer. Dat is allemaal fanatisme, want daar komt een verzamelaar vandaan. Iemand die fanatiek is. He, dus dat vond ik het zo mooi, dan wou ik het houden. En zo ging ik dus als kind al alles wat ik van Tom Poes toen kreeg, van mijn 6e heb ik al bewaard. Ik heb nooit iets weggegooid. En op een gegeven moment is het helemaal uit de hand gelopen. 45 dozen vol, 45 verhuisdozen. Toen we terugkwamen in Assen, zei mijn vrouw dus van, jongen, ik wil die dozen niet meer hebben. Alsjeblieft. Nou, zodoende. En zodoende ben ik dus heel enthousiast hierin gestapt. Maar dus daar op een gegeven moment met een leeg pand. En 45 dozen. Maar zo is het allemaal gewonnen. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Mensen zoeken, vrijwilligers zoeken en ook geld zoeken. Toen heb ik een crowdfunding actie opgezet. In heel Nederland. In het begin gaf niemand een cent. Ze denken, zoek het maar uit. Maar geen dag meer. Nou, hij heeft een pand. Hij heeft een leuk jasje. Hij kan leuk praten. En op een gegeven moment ging men dus gewoon echt honderden euro's doneren. Ik heb nog meer dan 7000 euro opgehaald. 7000 piek voor mijzelf. Om daar vitrines van te kopen, inrichting te kopen, reclamemateriaal. Die billboard op de voorgevel is hartstikke duur geweest. Een poster van 6 meter lang. Maar ik dacht, ik doe het ook even goed. Hè? Als mensen hier bijna van de fiets vallen van hun bommel en het Poes Museum. Zo'n loeier van het ding, dat maakt ook indruk. Ja, dus het is ook een. Het lijkt wel of de heer dat toch een beetje meegewerkt heeft. Hier mag gaan zitten. Niet de heer Bol, maar een andere heer, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, mooiste herinnering is toch wel dat de eerste groep binnenkwam. Dat was van Anholt of een verzorgingstehuis. Die hebben gezegd, we kunnen hier een keer met 15 mensen komen. Mensen met een problemen in het leven, maar die zitten dan in een verzorgingstehuis, geloof ik. Ja, dat was voor mij fantastisch.
Die mensen komen binnen en dan komt er zo'n levendigheid, rolstoelen, toestanden, allemaal door elkaar lopen en koffie drinken hier. Daar genoot ik enorm van de eerste keer. Later op de foto buiten met mijn oldtimer. En dan heb ik echt het gevoel van wauw, nu gaat het echt lopen. Nou, dit werk brengt me vooral bezig zijn met kunst en met schoonheid. En dat is voor mij ontzettend belangrijk. In essentie vind ik zelf een kunstenaar. Ik ben altijd op zoek naar schoonheid. En daar ben ik nu mee bezig. Dat ligt heel dicht bij me. Het is heel intiem en het is heel fijn om daarmee bezig te zijn en dat te delen met anderen. Daar heb ik wel over nagedacht natuurlijk. Als je ouder wordt, denk je, nou misschien heb ik nog 20 jaar te leven, weet jij veel. Wat ga je nou doen? Dan weer doorwerken en zeulen en allemaal saaie dingetjes doen? Nee, ik vind dat ik al hele goede stappen gezet heb. Ja, ik hoop dat heel veel mensen naar het museum komen en met mij samen genieten. We moeten wel altijd evenwicht bewaren, dus ratio en emotie. Ik bedoel, die emotie is bij mij 110%. Ik heb natuurlijk ook wel een redelijk verstand. Soms heb ik wel eens te veel naar die emotie geluisterd, dan was ik te weinig zakelijk. Neem altijd, doe alles in het redelijke. Ik bedoel, als je stappen gaat zetten die gewoon, je wil een heel groot pand huren en je gaat er heel groot in, dan gaat het natuurlijk fout. Je moet altijd daar de ratio bij gebruiken. Dus ik zou zeggen, gebruik Heer Bommel en gebruik Tom Poes. Allebei 50-50, dat komt helemaal goed.